aan Sven. Oké. Hoi allemaal, bedankt om erbij te zijn. Ik ben de Sven. Mijn uitdaging is om jullie een fysiek spel, dat Fun in the Box is, op een digitale manier te visualiseren. Ervoor te zorgen dat je daar toch een goed beeld op krijgt. Maar dat gaat lukken. Het is niet de eerste sessie die we doen. De sessie heeft eigenlijk twee doelstellingen, hè. De sessie heeft als doelstelling 1 om een informatiesessie te zijn voor mensen die zeggen: oh leuk, ik heb daar iets van gehoord van dat Fun in the Box concept, ik wil daar meer over weten. Maar evengoed is dit een sessie die nuttig is voor mensen die al een doos hebben gekocht en die zeggen van: ik wil nog een sessie volgen om nog wat meer diepere inzichten te krijgen om het ding te gaan gebruiken. Dus het is een beetje een mix tussen een introductiewebinar voor het product en een beetje een begeleidende webinar voor de mensen die al met het product aan de slag zouden zijn. Gewoon qua opbouw, ik ga de sessie starten en ik ben blij van veel nieuwe mensen te zien, maar we hebben ook een aantal mensen die meerdere workshops, webinars van ons volgen. En de start is altijd een beetje gelijk. Ik ga de sessie starten met kort voor te stellen wie dat wij zijn, wat dat wij precies doen. Ik wil jullie ook eens meepakken in van ja, game-based learning, wat is dat nu precies en waarom zouden we daar nu in godsnaam iets mee gaan doen samen. En dan gaan we natuurlijk inzoomen op het topic van deze sessie. En dat is namelijk onze Fun in the Box. Ja, training in een doos, zeg maar, een speldoos. Om op het einde van de rit vraag en antwoord te doen. Maar dat wil ik heel graag nuanceren. Ik krijg altijd zo, als ik langer dan 5 minuten aan één stuk aan het praten ben, al een ambetant gevoel. Dus ik zou jullie absoluut willen vragen van: als je een vraag hebt, deel ze. Maar vooral ook als je een bedenking hebt of een bezorgdheid, gooi die in de groep. Ik zal ook zelf af en toe wel eens stoppen om jullie feedback te vragen. Dat maakt de sessie in het midden wat interactiever en dat maakt de Q&A op het einde meestal wat korter, want dan zijn hopelijk al veel vragen gesteld ondertussen. Is dat oké zo voor jullie op deze manier? Timing, voor alle duidelijkheid nog eens, is 12 uur. En ik heb Luc die mij daarbij bewaakt, want timekeeping is mijn persoonlijke disaster meestal. Maar wees gerust, Luc is daarbij en die is op dat vlak de perfecte sidekick voor dit soort zaken. Goed. En misschien een keer kort, hè, voordat we starten, toch? Merci, Miguel. Bedankt voor de duim. Misschien kort een keer voordat we starten, maar heel snel zullen we een keer toch rondgaan. Even kort, wie dat jullie zijn, welke organisatie en met welke insteek dat jullie precies naar de sessie gekomen zijn. We zijn er niet te veel, dus ik denk dat dat wel nog kan binnen de timing. Inge, misschien starten bij jou. Ja, ik ben Inge. Ik werk als HR-expert Learning and Development voor het UZ Brussel. En we hebben recent een box aangekocht rond feedback geven. Ah, top. En ja, we hebben die nog niet gebruikt, maar in het kader daarvan kom ik eens horen wat dat die andere boxen juist inhouden en Ja. wat dat er allemaal in zit en hoe dat we dat moeten gebruiken. Ik ga je rap een keer iets tonen. Omdat je van TUZ Brussel bent. Hè? Dat is een doos die wij gemaakt hebben rond Crisis Resource Management. Ik ken daar niks van, maar dat zou het protocol zijn uit het operatiekwartier. Voor verplegend personeel en chirurgen. Dus ik zeg, ga je dat een keer doen? Ik ga daar straks kort nog wel iets over zeggen. Ja, dus jouw insteek is: jullie hebben een doos en een keer wat meer insteek krijgen over hoe die dan te gaan gebruiken. Super, dankjewel Inge. Miguel? Ik ben Miguel. Ik werk bij een overheidsdienst dat in Brussel heet. Ik ben daar coördinator van het loopbaancentrum, waar we meerdere initiatieven voorzien voor de loopbaan en de carrière van de Brusselse ambtenaar naar een hoger niveau te tillen, waaronder ook opleidingen en dergelijke. Ik heb nog geen box of dergelijke. Het is mij doorgestuurd geweest door een collega. Ik dacht van dat is interessant. Om eens te gaan horen, te gaan kijken wat dat precies is en wat dat interessant kan zijn voor ons. Top, tof, dankjewel Miguel. Christel. Ja. Christel, je staat nog op mute, denk ik. Ja, horen jullie mij? Ja, ik kan jou horen. Oké. Ik ben talentadvisor bij Belfius Bank.
En ben verantwoordelijk voor talenttrajecten. En ja, ik ben nieuwsgierig en wil hier eens kijken hoe ik ja, in mijn workshops eventueel zo een play-sessie kan invoeren. Dus ik kom uit nieuwsgierigheid en zien wat we daar allemaal mee kunnen doen. Super, oké, dankjewel. Sophie? Ja, goedemorgen. Ik werk voor Fluvius, de Fluvius Academy. Ik ben daar expert voor de opleidingen die te maken hebben met ICT en de administratieve processen. Ik kom vandaag een keer luisteren omdat wij wel denken aan microlearning en games. We hebben ook al een aantal spelen, ook met jullie eentje gemaakt. Dus ja, ik kom eigenlijk echt gewoon ook een keer luisteren of we dit kunnen gaan gebruiken, in welke opleidingen dat we dat dan zouden kunnen implementeren. Dus een beetje uit interesse. En nogmaals, mijn excuses dat ik de vorige sessie gemist heb. Ik was nu ook alweer een beetje te laat, maar ik ben toch blij dat ik er nu kan bij zijn. Top, leuk dat je erbij bent, Sophie. Welkom. Dankjewel. Annick? Ja, goedemorgen. Ik ben Annick. Ik werk bij Lumnus op de afdeling Knowledge and Learning. En wij voorzien binnen onze afdeling allerhande trainingen voor onze retail-medewerkers en callcenter-medewerkers. We hebben nog geen box gekocht, maar ik ben enkel benieuwd hoe dit werkt en wat het nuttig is voor binnen ons bedrijf. Ja, super. Dankjewel, Annick. Brigitte. Ja, goedemorgen. Ja, Birgit van Hassel. Ik werk als HR business partner bij Dela. En ik ben er ook verantwoordelijk voor het onthalen van nieuwe medewerkers. En we hebben nu eigenlijk zelf ja, een soort van speelspel ontwikkeld om rond feedback. Maar omdat hier nu ook zo, ja, die doos rond feedback, dat triggert mij wel om eens te zien van kunnen we eens niet iets anders doen. En ja... Puur uit interesse om te zien wat dat inhoudt. En ik heb er zelf ook nog op dit moment nog geen aangekocht. Oké, super. Birgit, ken je Birgit dan? Of, Nee, Birgit. Wil dat zeggen dat wij jou gaan zien 31, de 31ste van deze maand? Ja, ik ging er normaal gezien bij zijn van de week, maar ik had wat te veel andere dingen op het bordje liggen. Maar je hebt een aantal collega's gezien, denk ik, hè? Ja, correct. Ja, correct. Ja. Ja, inderdaad. Super, goed. Pultjes beginnen op te vallen. Ja. Dan zijn we bij Anneke aangekomen. Dankjewel, Birgit. Ja, goedemorgen allemaal. Zoals jullie horen kom ik uit Nederland. ik ben van Customer Proof en ik geef training aan sales teams, training en coaching. Ik wil graag kijken of dat een box als deze een leuke toevoeging kan zijn op dit soort training. Om dat ook een beetje op een spelachtige manier te gaan brengen. Oké, super. Welkom, Anneke. Bedankt. Voor de van webinars, hè? Dat is makkelijker te volgen dan. Hè? Als je het, zeker, absoluut. Ja. Oké. Okay. Intussen is Jasmin er ook bijgekomen, zie ik. Sorry. Welkom, Jasmin. Ja. Je zit eigenlijk net op tijd, want we waren even rondjes aan het afgaan van gewoon kort van welke organisatie en met welke insteek eigenlijk dat je de webinar volgt. Ja, dus ja, sorry alvast dat ik te laat ben. Dus mijn naam is Jasmin en ik werk voor PSA, een havenbedrijf. PSA. Ik werk specifiek voor de regio, dus voor Amerika en Europa. En ik ben Learning Technology Expert. Dus ja, alles wat ik kan bijleren is meegenomen. Ben je een collega van Jelmer dan? Ja. Jelmer de Vos. Ja. Top. Jelmer en ik denk zijn collega Koen hebben bij ons ook nog de masterclass gevolgd. Ja. En Jelmer heeft daar zelfs dan nog iets ontwikkeld, denk ik. Een soort kennismaking game samen met iemand van Paribas. Ja. Ik rapporteer aan Jelmer, dus... Ja, heel even voor jou, hè. Jasmin, gewoon van in het begin. Ik hoor jou zeggen dat je echt aan de technologiekant zit. Ik zie jou wel zo doen. Ja, mijn functie heet zo, maar ik bouw voornamelijk e-learnings en meer concepten bedenken. Maar het is technologie wat in het nemen. Ja. Maar ik wil maar zeggen dat de hoofdfocus hier is wel, wat wij zijn een speler, ik ga er straks toch bij komen, die voornamelijk een specialisatie heeft ontwikkelen van fysieke spellen, die wij weliswaar wel virtualiseren. Maar wij zitten niet aan de kant van de echte high-tech
games met consoles en zo. Hè. Dus okay. Dat zeg ik liever gewoon aan de voorkant. Nee, dat ben ik. Ja. Oké. Okay. Okay. Het is wel echt een hele leuke groep mensen samen, denk ik. Allemaal verschillende invalshoeken. Groot, klein, trainers. Dus ja, mooi. We gaan erin vliegen, als het voor jullie goed is. Misschien eerst iets over wat wij doen, hè, want wat ik toch even heel belangrijk en zeker wil duiden. Wat we vandaag gaan doen is inzoomen op een deeltje van ons aanbod. Wij doen eigenlijk veel meer dan dat, maar wij hebben verschillende webinars waar we telkens één stuk van ons aanbod daarop inzoomen. Dus het is wel belangrijk om dat toch eventjes de juiste plaats te geven. Hè. Onze missie is dus eigenlijk om leren in de breedste vorm van het woord leuker, maar vooral ook effectiever en efficiënter te maken door inzet van een methodologie. En die heet game-based learning. Ja, eigenlijk is dat een heel moeilijk woord om iets heel simpel te zeggen. Dat is het gebruik maken van spel en spelelementen als leerinstrument of in leren. Ja. Wij brengen dat aan onze klanten op vier manieren om een beetje voor iedereen iets te kunnen aanbieden, toch? Het eerste luik van ons aanbod, dat zijn ready-to-play games. Het is eigenlijk een portfolio die we hebben aan games die wij ontwikkeld hebben. Het zijn daar voornamelijk simulatie room setup games. Ja, die van twee uur tot halve dag tot een dag kunnen duren. En ja, dat is eigenlijk, die games bestaan, die hebben duidelijke leerdoelen en organisaties zeggen, kijk, wij hebben een traject of een bepaald bedrijfsevent rond een bepaald topic. En wij kijken naar de games of die komen in gesprek met ons en die zeggen, die game, dat past eigenlijk perfect voor ons doel. Dat kan bijvoorbeeld een telenet zijn die een kick-off doet voor een leiderschapstraject van teamleaders die zegt van, ah, wij zien daar Chip Factory bij jullie, kom dat bij ons spelen. Of een LKQ, dat is een onderhoudsbedrijf van garagisten die een event heeft rond sales en klantgericht ondernemen, die zeggen, klant erger niet, kom dat bij ons spelen. En die huren ons eigenlijk volledig in. Hè. Die huren de trainer, wij komen met trainers, wij komen met het spelmateriaal, wij komen met de licenties, wij doen de opzet van de zaal, wij doen de afruim van de zaal, wij doen de reflecties en de conclusies. En daarna, tot slot, sturen wij ons factuur op. Want ook wij moeten leven. Hè. Dus, maar dat is eigenlijk een heel eenvoudig concept waar wij eigenlijk het volledige traject doen aan de hand van bestaande games. Die games kan je vinden op onze website. Maar dat is het eerste luik van ons aanbod en nog altijd een heel groot deel van ons aanbod op vandaag. Ja. Tweede deel, en dat is het sterkst groeiende deel, is het verhaal van game op maat. Ik hoorde net iets van een onboarding waar dat iemand mee bezig was, onder andere. Maar game op maat, dat zijn organisaties die zeggen, wij hebben een heel specifieke uitdaging en vraag op vlak van leren. En wij geloven in de methodologie. Kunnen jullie voor ons en met ons game bouwen? Een paar voorbeelden daar. Wij hebben voor Colruyt een game gebouwd rond veiligheid op de werkvloer, wat daar nu gespeeld wordt voor de arbeiders, wat daar nu gespeeld wordt en gefaciliteerd wordt door de preventieadviseurs. We hebben de game die ik daarnet aan Inge heb getoond, een game gemaakt rond Crisis Resource Management. Ik heb geleerd dat dat een vast protocol is dat moet toegepast worden in het operatiekwartier voor tijdens en na de operatie, wordt gespeeld door chirurgen en verplegend personeel. We hebben het voorbeeld, denk ik, mogen we geven van Fluvius, waar gewerkt wordt rond het sorteren van afval. Mensen komen terug van de werf, daar is allerlei afval, moet in 16 juiste containers. We hebben een heel duidelijke vraag gehad, maak iets kort dat in de teams kan gespeeld worden. G4S, de mensen die ons inscannen op Zaventem. Daar hebben we klantgericht omgaan met verschillende culturen. Onboarding game voor het Stad Geel hebben we gemaakt. Voor alle, van poetshulp tot plantsoendienstmedewerker tot de burgemeester, die daardoor wat missie, visie, waarden, wie doet wat in de organisatie. Dat zijn maar vijf voorbeelden. Maar leer daarvan al uit dat eigenlijk elk leerdoel kan op dat vlak, op dat moment, een game voor gemaakt worden. Heel leuk om te doen, dat is een traject van ongeveer 3 maanden. En dan wordt die game opgeleverd aan het bedrijf. Dat is het tweede luik van onze aanbod. Derde luik van ons aanbod is eigenlijk ons eigen opleidingsaanbod, waar we zeggen van, ja, wij willen ook mensen die zelf aan de slag willen met de methodologie. Ik ben trainer, ik ben intern trainer, ik ben zelfstandig trainer, ik ben facilitator, ik ben een teamleader, maar ik moet regelmatig interactieve sessies organiseren. Ik wil game-based learning begrijpen, ik wil het kunnen toepassen, ik wil het kunnen in mijn trainingen gebruiken, tot ik wil zelf leerspellen kunnen bouwen. Het zit allemaal in een opleidingsaanbod dat wij zowel in company als in open aanbod organiseren. En tot slot, eigenlijk het nieuwste in ons aanbod, dat is eigenlijk op vraag van veel trainers en consultants die zeggen van ja, wij willen met die methodologie aan de slag, maar wij willen niet
zelf gaan bouwen. We hebben daar geen tijd voor. Wij willen gewoon iets kunnen kopen dat wij kunnen vastpakken, manual lezen en in onze sessies op een vrije manier gaan inzetten. En eigenlijk is dat een soort retailproduct als het ware, maar binnen training. Dat is de ambitie van Fun in a Box. Ik ga daar natuurlijk zo dadelijk meer over zeggen, want daar zitten we echt in de scope van deze sessie. Dit al eventjes gezegd zijnde. Zijn hier al vragen, bedenkingen, feedback? Ik heb misschien wel een vraagje. Ja, is dat in meerdere talen beschikbaar of is het enkel in het Nederlands? Ja, het verschil, sorry, van game tot game, maar bijvoorbeeld onze ready-to-play games, ons eerste deel van ons aanbod, zijn op vandaag beschikbaar in Nederlands, Frans, Engels. Ja, de fun in de boxen is ook onze ambitie, maar daar zitten we met de ene box, daar zitten we nog in een traject. Maar het is ook onze ambitie om die in de drie talen te gaan hebben. Oké, dankjewel. Ja, dankjewel Miguel voor jouw vraag. Nog vragen of bedenkingen? Misschien toch even doorgeven voor de fun in de box, dat zo goed als alles zit nu op Nederlands, Frans. En ik denk dat we met één al in het Engels ook al zitten. Dus dat is een constante evolutie die gebeurt. Ja. Oké. Okay. Ik heb misschien nog een vraagje. Sorry. Ja. Nee, doe maar. Je had hier net ook al gesproken over het digitale aspect. Ja. Zijn er daar ook zaken dat jullie al aan ontwikkelen zijn of dat jullie voor ogen hebben om daar meer in te investeren? Ja. Of is het echt wel een focus op fysieke spelen, zeg maar? Ja, dat is natuurlijk, de COVID-crisis heeft voor ons daar een impact gehad. Hè. Dat was een vraag, eigenlijk een existentiële vraag die we ons moeten stellen hebben. Hè. Blijven wij in de fysieke spellen of gaan wij ons omschakelen naar andere dingen? Wat dat er eigenlijk uitgekomen is, Miguel, is dat we eigenlijk niet gekozen hebben om een volledige online provider te worden. Om twee redenen. Eén, wij hebben niet die expertise in huis. Dus dat zou een enorme change en investering geweest zijn om echt de pure digitale games te gaan maken. En trouwens, onze passie zit ook vooral bij het fysieke. Dat is waar wij in groot geworden zijn, waar wij ook heel sterk in geloven. Wat dat wij wel gedaan hebben en doen, is onze bestaande games, en je gaat straks hier een game zien, virtualiseren. Hè, daarmee bedoel ik op vraag van de klant die zegt van, ik wil dit spel, maar ook virtueel, dat gaan we virtualiseren. We hebben bijvoorbeeld voor Telenet, ik heb de doos hier nu niet bij mij liggen, recent een game gemaakt rond Customer in Tennessee. En hun vraag was, maak ons een game, dat moet een bordspel zijn in een doos, maar wij willen daar ook een virtuele variant van. En de virtuele varianten die wij maken zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Dat zijn dingen die je eigenlijk kunt spelen in een Zoom- en een Teams-omgeving. Okay. Dus wat wij doen is gewoon het spel transporteren naar een eenvoudige virtuele omgeving. Je kunt dat niet vergelijken met de games die je thuis speelt, qua animatie en programmatie. Maar het grote voordeel daarvan wel, is wel dat het heel laagdrempelig is om ermee aan de slag te gaan. Zowel voor de mensen die de training geven, als voor de mensen die de training volgen zitten, namelijk in een omgeving die ze al kennen. Dat ziet er ook helemaal hetzelfde uit, hè? Dat is met dezelfde look en feel, maar in plaats van een kaart gooien, ga je dan een kaart schuiven naar een spelbord enzovoort. Als het over een spelbord gaat, want dat is ook niet altijd het geval. Oké, okay, ja? Dankjewel. Ja, dus dat is duidelijk onze scope. Wij beginnen van een fysieke game, maar wij kunnen die virtualiseren. Dat is alright. Eigenlijk de stretch die wij maken. Oké. Okay. Goed. Goed, misschien kort een keer over wat krijgen wij terug van organisaties als wat zijn nu de grote toegevoegde waarde van het inzetten van die methodologie ten aanzien van de andere methodologieën. Hè? Dus het eerste is ja, dat spelen de natuurlijke manier van leren is. Ik ga daar niet zoveel over zeggen, eigenlijk komt het hierop neer dat ja, mensen hebben altijd van het vroegste begin al spelend geleerd. Het is eigenlijk vooral ergens onderweg dat we dat wat kwijtgeraakt zijn, blijkbaar zeker in de professionele context. Maar je moet, als je ooit de kans krijgt, het boek lezen van Stuart Brown, Play. Dat is een Amerikaan, die heeft het Institute of Play. Die bestudeert dat en eigenlijk zegt hij dat, in zijn boek is een van zijn conclusies, dat spelen en spelend leren een bijna een biologisch proces is bij mensen. Net zoals dat ademen, eten en drinken dat is. Ja. Dus wij krijgen heel vaak de boodschap van klanten van ons, die zeggen van, ja, maar ja, dat gamification ding, dat passeert wel weer. Dat is weer een hype, dat is tijdelijk, dat is allemaal nieuw. En iedereen vindt dat leuk en dan gaat dat weer weg. Maar als je dat eigenlijk in een historische context bekijkt, dan is het de echte tijdelijke fenomeen, de hype, is eigenlijk gewoon traditioneel leren.
Dat bestaat, Ocharme, 1500 jaar. Dat is uitgevonden in de middeleeuwen. Maar mensen hebben dat altijd spelend geleerd. Ja. Dus, maar je ziet dat ook als je speelt. Als je een goed spel hebt en er zit een goede inhoud op, iedereen stapt daar op een natuurlijke manier in, dat spel. En ze gaan zich ook op een natuurlijke manier gedragen. Tweede, allerbelangrijkste die wij op vandaag terugkrijgen op dit moment, is het verbindende effect van de methodologie. De menselijke bonus. Ik sprak onlangs nog met een HR-director van een groot bedrijf. Ik denk dat hij op 3 minuten tijd 8 keer het woord connectiviteit heeft gebruikt. Dus de grote uitdaging die organisaties op vandaag hebben, om verbinding te houden, hè, met vele thuiswerken. Mensen zijn minder op de werkvloer. Om verbinding te houden tussen de medewerkers, maar ook tussen de medewerkers en de organisatie. Wat zijn daar al de momenten dat, ze nog eens samenkomen? Heel vaak workshops, training. Als die momenten schaarser worden, willen we dan nog, en dat is een keuze, dat die gebeuren op een vrij eenrichtingsmanier, op een traditionele manier, die zich beperken tot de overdracht van kennis of het bespreken, of willen we daar een wauw-moment van maken en ook een toegevoegde waarde op gaan leggen van verbinding. En dat is wat games doen. Ze gaan altijd bovenop je leercontent, want die blijft natuurlijk prioritair, altijd een laag van connectiviteit, teambuilding enzovoort gaan leggen. Telkens opnieuw. Derde gaat een beetje over de ROI van het spel, want er is ook een harde kant, de euro's. Wat wij daar terugkrijgen en zien is dat goed ontwikkelde games hebben een hogere trainingsintensiteit. We hebben een spel dat heet Fire Away, dat gaat over omgaan met boze klanten, moeilijke boodschappen, een communicatiespel. En dat gaat de vaardigheden trainen van die mensen. Ik zie ondertussen dat Inge Wandelingskin aan het doen is. Ja. Dat gaat de vaardigheden trainen van die mensen. En ja, in een klassieke omgeving, die doen wij ook, ik geef ook nog training. Als je dan een groep hebt van 10 mensen en je moet met roleplay gaan werken en ze aan het werk zetten, ja, als iedereen dan 1 keer heeft geoefend op een dag, dan heb je met feedback, dan heb je goed gewerkt. Maar in dat spel, Fire Away, doet iedereen, zelfs zijn 16 deelnemers, op een halve dag tussen de 5 en de 10 cases met feedback. Dus je oefenintensiteit ligt veel hoger. Je doet dus meer op kortere tijd. Een tweede aspect is de betrokkenheid. We weten allemaal dat luisteren en lang luisteren niet zo evident is voor mensen. We verliezen snel de aandacht. In een goed ontwikkeld spel kan je niet meedoen. Het spel draagt de content. Het spel daagt iedereen uit om mee te doen. Heeft iedereen nodig om mee te doen. Iedereen doet mee, dus iedereen is 100% gefocust op de content. Grotere groepen. We hebben ooit voor Ajinomoto, vroeger Omnichem, een game gemaakt rond de company values. Moest uitgerold worden naar 2000 mensen in workshops, fysiek, gefaciliteerd door het senior management. Zij hadden iets ontwikkeld, wat voor hen werkte, voor 15 mensen. We hebben daar game-based learning op gezet en we hebben dat kunnen opentrekken tot eenzelfde resultaat, maar voor 30 mensen. Maar natuurlijk, op een uitrol naar 2000 mensen, tijd van senior management, is dat logistiek en financieel heeft dat een gigantische impact gehad op de kost van dat traject. En het laatste, en dat gaan sommige mensen, die zeker de trainers, Anneke, misschien wat minder graag horen, maar geloof mij, het is nog altijd beter met een trainer. Maar je kan ook games ontwikkelen. En ik heb een collega in Londen die niet anders doet. Dat heet facilitatorless games. Die games zijn zo ontwikkeld dat je ze aan een team kan geven om samen te spelen en samen te leren, dat je niet noodzakelijk een trainer nodig hebt om het leereffect te bereiken. Ja, en dus voor een aantal organisaties kan dat natuurlijk van belang, zeker in tijden van zelfsturende teams, autonome teams, is dat wel een vraag die wij ook meer en meer zien terugkomen. Ja. Dan de lange termijn leereffecten. Eigenlijk refereer ik daar liefst naar de leerpyramide die we allemaal kennen. Hè. We onthouden 10% van wat we horen, 20% van wat we zien enzovoort. En dat gaat naar 70% learning by doing. En bij de nieuwste, de meest recente versies, 90% learning by teaching. Leren door aan anderen iets aan te leren. Ja. Wat je klassiek ziet, als je kijkt naar de klassieke leervormen, classroom training, e-learnings, dan heb je meestal, dan zit een deelnemer meestal in een staat van wat dat ze spectatorship noemen. Hij is toeschouwer. Hij zit neer en hij kijkt naar iets. Ja. Wat een game direct doet, is mensen optrekken van spectatorship naar participantship. Ze worden deelnemer. Ze evolueren van toeschouwer in de tribune naar speler op het veld.
Dus je zit onmiddellijk heel erg dicht bij dat learning by doing gegeven. In games zit ook een belangrijke rol naar alle deelnemers om feedback te geven aan elkaar. Om elkaar dingen te leren, om elkaar te adviseren. Ja, dan zit het ook heel dicht bij dat learning by teaching aspect, wat ook weer een verhoogd leereffect geeft. En de vijfde is de flexibiliteit. Want ik spreek hier van game-based learning ten aanzien van de andere methodologie. Het mooie is dat het eigenlijk allemaal het beste werkt als je het goed combineert met elkaar. En het leuke daar is dat game-based learning is zeer flexibel en veelzijdig inzetbaar. Dat kan een spel zijn van 5 minuten in het begin van de training. Je kunt 1 spel opsplitsen in 4 stukken. Je kunt het inzetten als event, kick-off. Je kunt het inzetten als sum-up op het einde van een event. Het kan dienen als training, als een deel van je training. Het is gewoon echt heel veelzijdig. Ik noem het vaak de baking soda van learning and development. Ik weet niet of jullie baking soda kennen. Ja, dat is zo, dat hebben we in de keuken, om deeg te doen rijzen. Dat is eigenlijk de basisfunctie. Maar er bestaat een boek, en I kid you not, je kunt dat googlen, de 60 toepassingen van baking soda. Je kunt daar eigenlijk zo bijna alles mee doen, blijkbaar. Je kunt daar buizen mee ontstoppen, je kunt daar zilver mee poetsen, je kunt daar je tanden mee bleachen, je kunt dat in je schoenen doen, tegen de zweetvoeten. Allee, je kunt het niet bedenken, je kunt dat doen met baking soda. Well, die veelzijdigheid zit ook voor een stuk in game-based learning. Ja, voilà. Dat zijn zo de 5 meest voorkomende voorbeelden van toegevoegde waarde. Voor mensen die daarin zouden geïnteresseerd zijn, als het geen HR-dag is of je wilt iets doen intern, wij hebben daar een keynote van 45 minuten, die rond die 5 thema's werkt, maar natuurlijk op een veel leukere en meer uitgebreide manier. Ik geef dat maar mee ter informatie, maar als gezegd, we willen dat een keer introduceren bij ons op een of ander moment. Neem gerust contact en dan komen we af. Voilà. Ook nog belangrijk, ja, wat zijn dan games? Hè? Ik denk, we hebben allemaal met het spel wel iets in ons hoofd. Wij zien eigenlijk in de professionele context 2 type games voornamelijk terugkomen. Eerste type is wat we eigenlijk allemaal kennen, de tabletop games. Dat zijn de spelletjes zoals bij wijze van spreken thuis in onze kast liggen. Fun in a Box, die we straks gaan zien, dat is een tabletop game. Je zit rond een tafel, dat kan ook op de grond of in een auto of aan de bar, maar dat is een spel, dat ligt op tafel en je speelt dat samen. Maar belangrijk om te weten is dat er ook zoiets bestaat als room setup games. Dat zijn voornamelijk de games die wij in onze ready-to-play portfolio hebben. Dat zijn spellen waar de volledige ruimte de spelomgeving wordt. Wij komen binnen in een trainingszaal, wij gaan schuiven met tafels en stoelen, wij hangen materiaal aan de muur, wij leggen materiaal op de tafels en plots wordt dat een fabriek waar ze casinochips maken. Of een reiskantoor. Of een autoverhuurbedrijf. En iedereen krijgt een rol. Ik ben medewerker, ik ben klant, ik ben leverancier, ik ben manager. En ze gaan eigenlijk op een heel interactieve manier met elkaar in het spel springen. En dat zijn dan meer de room setup games. Het is echt afhankelijk van wat je wil bereiken, de tijd die je wil inzetten, welk type spel dat je kan gaan kiezen. Even onderbreken terug. Dus ik heb het met jullie gehad over die 5 voordelen. En over de type games. Zijn hier ondertussen vragen, kritische bedenkingen, andere bedenkingen? Nee. Alright, dan gaan we door. Dan komen we tot het topic van vandaag, hè? Fun in a Box. En als ik eventjes dezelfde doos hier neem, kunnen jullie ook gelijk de doos eventjes zien. Dat ziet er zo uit. Dat is eigenlijk een speldoos. En Fun in a Box hebben we eigenlijk ontwikkeld op vraag van mensen die zeiden van wij zoeken eigenlijk korte, krachtige formules in spelvorm die wij gewoon op elk moment kunnen inzetten, integreren in een training waar wij een module kunnen rondophangen in onze training. Wat is dat geworden? Wij hebben eigenlijk gekozen voor een format van 1 speldoos rond 1 topic. We hebben vandaag 3 topics, Customer Experience, Feedback en Wellbeing. En in 1 doos, rond 1 topic, zitten 4 games. Elke game idealerwijs te spelen van 15 tot 45 minuten. Er zit veel meer content in 1 spel, maar wij voelen wel dat dat de ideale spelduur is. Om in 1 keer te spelen. Ja? Dus dat betekent dat dat eigenlijk spelletjes zijn die op 2-3 minuten moeten klaarstaan en ook uitgelegd zijn aan de mensen, maar die toch een hele leuke dynamiek moeten hebben. Dus de ambitie die wij gehad hebben is om eigenlijk in die doos spellen te steken met een professionele content, maar ook met de spel technische kwaliteit van de spelletjes van thuis.
Dat is eigenlijk het doel van de doos. Alle games zijn te spelen van 2 tot 12 deelnemers. En je gaat ook zien dat we proberen om in één doos 4 spelletjes te steken, die zowel inhoudelijk, dus naar het thema toe, een andere invalshoek beogen, als speltechnisch een andere speldynamiek geven. Van zeer competitieve spellen tot dialoogstimulerende spellen, die minder competitief zijn, dus ook telkens andere speldynamieken. Zodat in elke doos een goede mix zit van de verschillende spellen. De content, daar wil ik duidelijk in zijn, een spel speel je best 45 minuten, maar de content die in één spel zit, dat is goed voor tientallen speluren. Hè. Dus er zit veel meer content in het spel dan dat je het in één keer kunt spelen. Dus dat betekent dat je dat spel echt kunt blijven hergebruiken, hetzelfde spel kunt hergebruiken, de verschillende games kunt inzetten. Dus het heeft een heel lange levensduur. Het is dus niet zo als je dat één keer gespeeld hebt met een groep, dat je dat niet meer kunt terugspelen. Dit kan telkens opnieuw worden gedaan. Ja? Ja, dat is eigenlijk wat ik gezegd heb. Hè. Welke toolboxen bestaan er? Dus zoals gezegd, deze 3 bestaan. Wij hebben ook een bevraging gedaan bij ons, in ons netwerk. Op, mochten we nieuwe boxen moeten gaan ontwikkelen, wat zouden dan de thema's zijn die voor jullie de belangrijkste zijn? Dat zijn de 4 thema's die eruit gekomen zijn. Maar die zijn nog niet ontwikkeld. Waarom? Wij ontwikkelen deze boxen enkel in co-creatie. Dus wij zoeken altijd partners om met ons die boxen te ontwikkelen die de kennis kunnen toevoegen. Hè. Dus bijvoorbeeld ook voor de Wellbeing at Work box hebben wij dat in partnership met de IDW gedaan. Waarom is dat? Want wij hebben de expertise van het ontwikkelen van games, maar wij hebben niet noodzakelijk de expertise van de inhoud. Dus dan gaan wij partneren en in een co-creatie samen de doos ontwikkelen. Dus ik geef dat maar mee, mochten jullie iemand kennen of zelf zeggen van wij hebben expertise in een van die thema's en we willen in een co-creatie stappen, eigenlijk is het concept heel eenvoudig, je betaalt nog de helft van de prijs van de ontwikkeling. Voor je doos. Maar goed, dat gaat te veel in detail, ik geef dat gewoon maar mee, mocht dat ergens bij iemand opportuniteiten openen. Misschien ook nog. Die dozen kunnen intussen ook op maat worden gemaakt. Ik weet niet of je daarnet het maatwerk in het verhaal zat. We kunnen ze ook op maat gaan maken met een andere content of een bedrijfsspecifieke content. Oké. Okay. Door de verschillende boxen qua inhoud. Maar weet dat op onze website kan je echt wel per spel een uitgebreide beschrijving vinden van wat dat precies doet. Bij feedback zitten er 4 spelletjes in. Elefanto gaat over, is eigenlijk een vraag-antwoordspel rond feedback. En het gaat een beetje over de olifant in de kamer, hè, bij feedback. Dat is zo'n beetje dingen die niet uitgesproken worden. En de bedoeling van feedbackcultuur is natuurlijk om die dingen wel te gaan benoemen. Cielo Inferno is een dialoogstimulerend spel dat echt werkt naar cultuur. Waarom is feedback nu zo belangrijk? We gaan mensen brengen mentaal in een situatie van als er geen feedback gegeven wordt, wat is dan de ergst mogelijke uitkomst? En als er wel feedback gegeven wordt, wat is dan de best mogelijke uitkomst? Dat is meer reflectie en dialoog stimulerend. Groe gaat dan echt meer naar techniek. Wat is de structuur van een feedbackgesprek? Wat zijn de verschillende stappen die moeten worden genomen? En Faltruo, dat spel dat we straks gaan spelen, is eigenlijk wat zijn nu de valkuilen bij een feedbackgesprek? Customer Experience hebben we Pika Magia. Dat gaat over cactuswoorden vervangen door magische woorden. Anneke, ik denk dat dat allemaal ook een beetje jouw richting kan uitgaan. Hè. Dat gaat erover dat mensen onbewust heel vaak negatieve woorden gebruiken. Zoals probleem en moeilijk en proberen. En het zou kunnen dat en ik denk dat. En dat ze die leren te vervangen door probleem wordt dan een uitdaging. Moeilijk wordt uitdagend. Ik proberen wordt ik ga doen. Dus ze gaan eigenlijk allerlei cactuswoorden noemen we dat dan in het spel, vervangen door magische woorden. Inferno gaat eigenlijk over het in de schoenen van de klant gaan staan en situaties gaan inschatten zoals de klant ze zou ervaren en die op de juiste volgorde sorteren. Dilemmo is dan eigenlijk een dialoogstimulerend spel, een discussiestimulerend spel, waar dat ze eigenlijk klantendilemma's krijgen in de zin van ik werk in de winkel en 5 voor 5, vlak voor sluitingstijd, komt er nog iemand, een klant binnen en ik moet mijn kinderen gaan halen. En ik weet dat die klant nog een half uur gaat duren om hem te bedienen. En eigenlijk, het dilemma eindigt altijd met de vraag, wat doe je? En mensen moeten reflecteren over een mogelijke aanpak en gaan daar dan over een discussie met elkaar, gaan daar dan punten op scoren
op de verschillende, op allerlei klantendilemma's. En Complimento is gewoon creatief improvisatievermogen, vindt een verhaal uit wat begint met er was eens een klant die. En ze krijgen allerlei icoontjes en ze moeten gewoon daar creatief mee omgaan. En dan hebben we de well-being. Electa gaat over omdenken. Hoe kunnen we negatieve percepties of belemmerende overtuigingen omdraaien in positieve perceptie? Connecto gaat over geweldloze of verbindende communicatie. En wat zijn daarin de verschillende stappen? Empathie gaat over grensoverschrijdend gedrag. Oud, jong, hooggeschoold, laaggeschoold, etniciteit, man, vrouw, dat soort zaken. Digitaal, niet digitaal, dat soort zaken. En Distingo gaat over het onderscheid maken in communicatie tussen wat een observatie is, wat een interpretatie is en wat een oordeel is. Dat zorgt ook nogal voor conflictueuze situaties vaak in organisaties. Dat is op grote lijnen. Nogmaals, ik nodig jullie uit om op de website, daar staan die games ook echt nog wat ruimer omschreven, ook met leerdoelen. Dan kan je daar nog wat dieper op ingaan. Vragen over die dingen? Nee? Dan ga ik met jullie zo dadelijk een spel spelen. Niet. Ik ga een spel demonstreren, dus ik ga eventjes van camera switchen zo dadelijk. En ik ga jullie gewoon op video het spel, dat ligt klaar, ook tonen en uitleggen. Is dat oké voor jullie? Wat ik eerst met jullie ga doen, is gewoon de pitch van het spel overlopen en de leerdoelen. En daarna ga ik mij verplaatsen naar het spel. Dus, uiteindelijk, ik weet niet of dat jullie via negativa kennen. Dat is zo'n beetje een filosofie, een manier, een bril, een andere bril om naar dingen te kijken. Dat is eigenlijk Michelangelo die daar ooit mee begonnen is. Ze hebben hem ooit eens gevraagd van dat groot standbeeld van u, of dat bekend standbeeld, David. Hoe is dat nu tot stand gekomen? En die heeft eigenlijk geantwoord, ik heb gewoon alles weggekapt wat niet David was. En wat overbleef, dat was David. Als we dan een keer dat principe toepassen op het geven en ontvangen van feedback. En we kunnen ook al die valkuilen waar dat we al nog een keer durven instappen eruit halen. Wat blijft dan over? Betere of goede feedback. Straks gaat het altijd zo zijn dat twee spelers een feedbackgesprek gaan demonstreren. En ze moeten de valkuilen gaan ontdekken. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Erken de meeste valkuilen en word straks de grote Valtrua winnaar. Wat zijn de leerdoelen? Altijd fun, camera 3 en verbinding. Dit gaat echt over leren geven en ontvangen van feedback door demonstratie en observatie. Zich bewust worden van de mogelijke valkuilen. Want wat je merkt is dat de mensen gewoon nog niet eens zich bewust zijn van het feit dat ze soms in valkuilen stappen. Die ook leren wat de meest voorkomende zijn. Die ook leren herkennen en dus kunnen toepassen. En eigenlijk onderliggend ga je merken dat goed en doelgericht luisteren ook hard nodig is om dit spel goed te kunnen spelen. Voilà. Ik ga van camera switchen, dus je gaat mij 1 secondje moeten geven om mij te verplaatsen. Yes. Oké, eventjes check. Kunnen jullie mij zien en horen? Misschien nee zeggen als het niet zo is. Iedereen kan mij zien en horen? Top. Dus we gaan Valtrua spelen. Zoals gezegd, waarover gaat Valtrua? Het gaat over het zich bewust worden van valkuilen en het geven en ontvangen van feedback. En of natuurlijk leren wat die valkuilen zijn en die te leren vermijden. Het spel is eigenlijk heel eenvoudig opgezet. Wat zijn de spelmaterialen? Je ziet hier het spel klaar liggen nu voor 3 spelers of 3 teams. Er is nog een extra stapeltje kaarten, mocht er een 4e team zijn. Dus je kan het spel spelen tot 4 mede-deelnemers individueel. Daarna kan je het in verschillende teams spelen. En elk team krijgt een set kaarten. Die bestaat uit 15 kaarten. Enerzijds heb je kaarten, de valkuilen bij het ontvangen van feedback, valkuilen bij het geven van feedback en 1 kaartje, geen valkuil. Dat gaat direct duidelijk worden waarvoor dat is. Wat zit er nog in het spel? Uitgeschreven feedback situaties.
een sleutelkaart voor de facilitator, waar hij alle goede antwoorden voor zichzelf heeft. Spelbord met een spindertje erop. Jetons voor de punten. En natuurlijk klassiek de manual om de speluitleg te geven. Ik ga gewoon eventjes naar de camera komen om jullie een aantal voorbeelden te geven van de kaarten en wat erop staat. De kaarten zijn metaforisch ook gemaakt. Hè? Dus wat je ziet is hier de cactusvalkuilen. Jullie kunnen die lezen? Of staat zijn spiegelbeeld? Moeilijk. En ook kan mij liggen. Nee, het is een beeld is wel voor mij is het ook moeilijk. Ja. Oké, dan ga ik ze gewoon aan jullie even voorlezen. Hè. Een voorbeeld is de cactusval. Dat is een valkuil bij het geven van feedback. En dat is het gebruik van stekelwoorden, zoals altijd, nooit, weer al, moeten, iedereen. Dat zijn woorden die je beter niet gebruikt. In communicatie, veralgemenen en dergelijke. Een andere valkuil, voorbeeld van valkuil bij het geven van feedback, is het politiekersyndroom. Niet tot de essentie komen en maar rond de pot blijven draaien om toch niet de moeilijke boodschap te moeten geven. Een voorbeeld van een valkuil bij het ontvangen van feedback is in de verdediging gaan of telkens te proberen verantwoorden waarom dat een bepaald gedrag zich voordoet. Meestal gekenmerkt door de ja-maar-reactie. En dan heb je ook het afleidingsmanoeuvre. Niet op de feedback zelf reageren, maar proberen over te stappen naar iets anders. Zo klassiek in de zin van, ja, mijn collega's die doen juist hetzelfde. En in andere diensten is dat ook zo. Dat is ook een klassieke valkuil bij het ontvangen van feedback. Er zijn maar een aantal voorbeelden. Maar het is vooral om jullie een idee te geven van wat die verschillende valkuilen dan zijn. Hoe werkt het spel? We gaan eerst alle deelnemers 5 minuten geven, of 10 minuten als dat nodig is, dat mag ook, om zich in te lezen. Om door die verschillende valkuilen te gaan, om als het moet daar vragen over te stellen. We kunnen daar ook een kort woordje uitleg over geven, een korte voorbereiding, een beetje afhankelijk van hoe matuur uw team al is of hoe nieuw het voor hen is. En gaan we de spelregels uitleggen en dan gaan we beginnen spelen. Wat betekent dat als we beginnen spelen? We hebben eerst en vooral 2 sprekers nodig. Hoe worden de sprekers bepaald? Door de spinner. Met andere woorden, we hebben de eerste spreker nodig. Ik draai aan de spinner. En de eerste spreker is iemand uit het groene team. Dan draai ik er nog eens aan de spinner. En de tweede spreker is iemand uit het rode team. Beide sprekers nemen een situatiekaart. Dat zijn 2 identieke kaarten. Op die kaarten staat letterlijk een dialoog uitgeschreven. Ik doe het eventjes voor. Speler 1 zegt, tijdens de teammeetings verhef jij je stem en daarna zet je de meeting gewoon verder. Reactie? Ja, dat klopt soms wel, ja. Opnieuw spreker, je hebt wel een voorbeeldfunctie, dus dat kan eigenlijk niet. Reactie van de andere persoon? Ja, maar ik ben natuurlijk ook maar een mens en ik sta de laatste tijd heel erg onder druk, dat is toch te begrijpen. Enzovoort. Korte dialoog. Die wordt luidop gespeeld. De anderen moeten dus heel aandachtig luisteren. En daarna krijgt iedereen 30 seconden om in dat gesprek te herkennen welke valkuilen en feedback daar aan bod gekomen zijn. Dus ze gaan, ik zeg maar iets, 3 kaarten nemen, op het spelbord leggen en zeggen, kijk, volgens mij waren dat de 3 valkuilen. En dit team zegt, volgens mij zaten er die 2 in. Ja? Of, en het andere team neemt er ook 2. Dus iedereen legt zijn valkuilen die hij denkt gedetecteerd te hebben op het spelbord. En dan gaan we gewoon kijken wat de valkuilen zijn. En op dat moment worden punten toegekend. Juiste valkuil, per juiste valkuil herkent 1 punt. Per foute valkuil 1 punt kwijt. En 2 punten bonus als je de volledige combinatie juist hebt. Zo werkt. Dus stel dat deze persoon 1 juist en 1 fout heeft, 0 punten. Stel dat deze persoon dus allebei juist heeft, die krijgt 1 punt voor elk juist antwoord. En 2 voluspunten voor het feit dat hij de volledige combinatie heeft gevonden. En hier bijvoorbeeld 2 juist en 1 fout, die krijgt dus
1 punt, 2 punten voor het juiste, min 1 voor het foute, 1 punt. En zo spelen we eigenlijk de hele tijd verder. Hier zitten in totaal 15 feedback situaties in. Je gaat die op 45 minuten niet allemaal kunnen spelen. En elke feedback situatie opnieuw leidt tot een aantal valkuilen. Ja. Er af en toe zit er ook een gesprek in waar geen valkuil in zit. Dan is het heel eenvoudig. Dan gooien de spelers gewoon hun geen valkuil kaart. En eigenlijk is het spel-technisch meer dan dit. Zo speel je verder en dan kan je kiezen. We spelen nog het eerst naar 10 punten. We spelen een half uur en dan kijken we wie gewonnen is. We spelen 5 situaties. Dat bepaal je eigenlijk maar zelf. Puur spelmatig is dit wat het is. Dan kan je daarin nog kiezen om bijvoorbeeld tussen elk rondje een korte uitwisseling van feedback te doen en reflectie. Of op het einde, en of op het einde een grote reflectie te doen van wat heb je nu onthouden? Wat zijn de valkuilen die bij jou het meest herkenbaar zijn? Of in ons team het meest herkenbaar zijn? Je krijgt dan eigenlijk een moment van reflectie. Maar speltechnisch, korte uitleg en speel. Zijn hier vragen over? Ja, ik heb wel een vraagje. Ja. In hoeverre... heel, heel stom, maar in hoeverre spelen degenen die de actie, de dialoog spelen, ook mee? Ik vermoed dat die ook gewoon meedoen met het spelen van die kaarten. Hè? Ja, de reden, dat is al wat meer detail. Het juiste antwoord staat op de achterkant van een kaart. Vandaar dat wij ook afdekkaarten hebben. Dus zij moeten het eigenlijk afdekken. En zij mogen, eens dat gesprek gedaan is, dus zij zien het juiste antwoord ook niet, dus zij mogen ook spelen. Nadat ze het spel hebben, de dialoog hebben gesproken. Dat klopt. Het is een terecht vraag. Ja. Ja. Maar het antwoord is dus ja, zij spelen ook mee. Ja. Is dat een antwoord op jouw vraag? Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nog vragen? Blijkt nog wel heel duidelijk. Geen vragen meer? Dan kom ik terug naar de ruimte. Voilà. Kunnen jullie mij terugzien? Ja. Oké. Dus het kan nog, hè? Vragen, bedenkingen over de inhoud? Feedback, wat vinden jullie? Hoe komt dat over als je dit de eerste keer ziet? Ik vind dat wel interessant. Als ik vergelijk met het spel dat we nu spelen... Nu geef ik eigenlijk al het eerste stuk presentatie over valkuilen en hoe feedback geven. Maar eigenlijk is dat allemaal verweven in dit spel, waardoor dat je het stuk uitleg kunt schrappen en ineens meenemen in het spel, denk ik. Ja. Wel, dat is heel interessant dat je dat zegt. Hè. Ik krijg vaak de vraag van, geef de eerste theorie en dan het spel, of eerst het spel en dan wat theorie, of staat het spel alleen? Dat kan je kiezen, hè. Maar het is wel, ofwel werk je... wat wij noemen deductief, je begint met theorie en dan werk je het spel om het toe te passen. Ofwel werk je inductief en dan ga je gewoon eerst spel spelen en eens kijken wat dat ervan komt en hoe dat ze daarop reageren en dan opbouwen naar de theorie. Ik persoonlijk geloof veel meer qua leereffect, maar dat is een persoonlijke keuze van mij als trainer, in het inductieve. Dat je mensen direct in een uitdaging brengt, ze zijn direct getriggerd, ze lopen er ergens tegenaan. Dus je creëert eigenlijk een drang om antwoorden te krijgen, waar dat je dat bij theorie nog veel minder hebt. Maar de beide kunnen voor alle duidelijkheid. En dat is het mooie van het spel. Je kunt het op die manier ook gewoon gaan inzetten. Wat we heel vaak doen met onze games is beginnen met het spel. Daartussen dan daar wat meer inhoud, wat op verdiepen en dan weer eindigen met het spel bijvoorbeeld. Dat kan ook perfect. Dat je het spel onderbreekt. Je speelt een paar rondjes tot zoveel. Je onderbreekt. Je gaat wel in de diepte en je doet nog een keer. Dus dat is de flexibiliteit van het spel. Ja.
Ja. Maar bedankt voor jouw feedback, Birgit. Nog feedback? Ja, ik denk dat het zeker nuttig is om de, ja, om de theorie of die valkuilen te leren kennen. Nu, wat ik me wel afvraag is... Ja, het is, allee, ik, hoe zal ik het zeggen? Ik ben ervan overtuigd dat de theorie beter zal blijven hangen als we zo'n spel spelen dan dat we vooraan een PowerPoint tonen met 10 valkuilen erop. Maar ik vraag me wel af in welke mate... Ja, het gaat daarna natuurlijk, maar dat is altijd zo, over het toepassen van wat dat je geleerd hebt. En ja, dat is wel iets dat... Ik denk niet dat we kunnen verwachten dat iedereen ja, direct dat gaat toepassen daarna in de omgang met anderen, ziet je? Ja, en je luister, ik vind het een fantastisch ding dat wij hebben, hè? Game-based learning, die methodologie, maar het is geen wondermiddel. Daarmee bedoel ik, je hebt gelijk, of dat nu een training is of een spel. Ik ben ervan overtuigd dat er meer gaat blijven hangen van het spel, omdat ze effectief dingen doen, omdat het beklijvender is, omdat ze het ervaren. Maar je hebt wel gelijk, als je het echt wilt toegepast zien, de praktijk verankerd zien, ja, dan gaat er achteraf ook nog moeten rondgewerkt worden. Dan gaan er herhaalmomenten zijn, dan gaan de leidinggevenden daar ook een stuk moeten mee aan de slag gaan. Maar dat is ook wel het leuke aan het spel. Een training, ja, als dat klaar is, dat klaar. Maar wij zien meer en meer situaties waar dat de training gegeven wordt en waar dat de teamleaders bijvoorbeeld, de leidinggevenden, dan de speldoos meekrijgen. Wat hen toelaat, is om op regelmatige basis in hun teammeetings of op andere momenten het spel opnieuw te spelen en opnieuw het topic onder de aandacht te brengen op die manier. Ja. Ja, want is het daar ook niet mogelijk... Oh, sorry. Ja, nee, is het daar ook niet... Echt, is dat aan mij? Ja, doe maar, Birgit. Ja, ja, omdat er zitten 4 spelen in 1 box, hè. Mm-hmm. Dus het is misschien inderdaad ook wel handig om om de zoveel tijd een team... een ander spel te laten doen om het te laten leven doorheen de tijd en het niet bij eens keer het spel spelen te houden. Ja, absoluut. Absoluut. En ze kunnen ook hetzelfde spel verschillende keren spelen. In het begin kan het zijn dat ze hier heel veel moeite mee hebben. Maar als je dat blijft herhalen, wordt het steeds beter. En eigenlijk kan je zeggen van op het moment dat het niet meer leuk is omdat het te gemakkelijk geworden is voor hen, dan kan je eigenlijk beschouwen als geleerd, bij wijze van spreken. Maar wat dat wel zo is... Je kunt ook zelfs een volgorde in je games brengen. Dus wij hebben bijvoorbeeld in het spel van Feedback Cielo Inferno, dat gaat over feedbackcultuur. Ja, in mijn volgorde is het maar zinvol om over valkuilen te beginnen en over techniciteit van feedback te geven, als de mensen eerst overtuigd zijn van waarom moeten wij in godsnaam gewoon daarmee beginnen met feedback. En dat is dan een ander spel wat je eerst brengt. En dan heb je nog Guruo, dat gaat dan nog over de structuur van een feedbackgesprek. Dat kan ook nog voor dit zitten. Dus je kunt zowel een bepaalde volgorde erin steken als heel specifieke dingen er gaan uithalen. Ja. En in sommige gevallen kan je ook met de kaarten tijdens het spel ook wat spelen door bepaalde situaties die je zeker aan bod wilt laten komen, bovenaan te gaan leggen, dat die zeker besproken worden. En dus je kan methoden hebben dat je shuffelt gewoon de situaties puur at random, maar je kan dat als facilitator ook een beetje beginnen sturen. Om zeker te zeggen, daar wil ik op gaan werken met mijn groep. Met mijn team. Ja, Luc bedoelt nu die situaties, hè, die feedbackgesprekken. Dat zijn verschillende feedbackgesprekken. Het een gaat over de teamleader, het ander gaat over iemand die nooit zijn afval in de vaatwas zet, bij wijze van spreken. En daar kan je inderdaad in gaan voorselecteren van welke dat je wil gaan toepassen. Net zoals dat je niet noodzakelijk verplicht bent om met alle valkuilen te spelen de eerste keer. Je kunt ook in het begin zeggen, we halen er de 6 belangrijkste uit en we doen het daarmee op vandaag. Dan moet je juist eens kijken naar welke situaties dat je gebruikt. Maar je kan dus ook daarmee spelen om je spel te sturen, moeilijker te maken, eenvoudiger te maken en ook inhoudelijk accenten te leggen. Ja. Geven jullie een structuur mee tussen de 4 spellen, welke je het beste als eerst kan spelen en welke je het beste als laatst kunt spelen? Die geven wij, ja, dat is een goede vraag. Die geven wij niet standaard mee, denk ik. Die zit niet in onze manual. Maar wat je wel hebt, is een heel exacte beschrijving van de leerdoelen. Dus we zijn er eigenlijk een beetje van uitgegaan dat iemand met wat trainingservaring, en die ziet die leerdoelen, dat die zelf wel op dat moment voor zichzelf een inschatting kan maken over de volgorde van de dingen. Okay. Maar om het nu zo strikt uit te schrijven, dat hebben we ook niet gedaan. Dat zit er niet standaard in, nee. Maar wel concrete leerdoelen, Anneke. Dus op zich denk ik, als je dit documentje zou zien hier,
Dat is de spelregels, zeg maar. Hè. Dat is een beschrijving van het materiaal, het klaarzetten van de zaal, tot en met welke vragen kan je stellen in de reflectie. Dit is wel beschreven. Hoe kan je reflectie organiseren? Wat zijn goede vragen? Staat allemaal in, echt zeer gedetailleerd uitgeschreven in de manual, per spel. Super, dank u wel. Ja. Nog iemand feedback of vragen? Nee. Alright. Nog eens timing. Qua timing hebben we nog tijd voor de mensen toch nog een game te laten kiezen. Ik denk, er zijn al wel wat vragen geweest. Mag ik misschien even onderbreken? Is het geen idee om eerst door de tips te gaan rond facilitatie? Want ik weet dat Enge erbij zit, die al het spel heeft. En ik zou willen vermijden dat dat stuk er dan afvalt. Goed idee. Timing. Ja. Dus ik zou even gewoon de volgorde veranderen en eerst naar de tips en tricks gaan bij het creëren van het spel, bij het faciliteren. En dan eventueel kijken als er nog ruimte open is om nog een ander spel te spelen. Ja. Ja? Dus dit zijn een aantal facilitator tips in het spel. Dus dat is specifiek voor iemand die het al heeft, maar ik denk dat dat ook wel inzichten geeft voor iemand die het spel nog niet heeft gespeeld, over hoe kan ik met het spel straks eventueel omgaan. Tip 1 is tijd. Er zijn heel veel spelelementen, competitie is een spelelement, toeval is een spelelement, maar tijd is ook een heel belangrijk spelelement. Tijd geeft intensiteit. Als je mensen zegt van, oké mannen, hier is een opdracht, denk er even over na, dan gaan ze dat aan een bepaald tempo en aan een bepaalde intensiteit doen. Als je aan mensen zegt van, hier mannen, denk er even over na, ik wil een resultaat binnen de 3 minuten, dan krijg je een totaal andere dynamiek. En daar kan je mee aan de slag. Maar hier is het vooral ook richting timing. Want een spel heeft een winnaar op een bepaald moment. Hè. Monopoly duurt de ene keer 2 uur en de andere keer 4 uur. Dat is ook zo bij veel van deze spellen. Maar dat is wel soms lastig als trainer. Want je hebt een draaiboek, je hebt een planning. En je hebt een half uur tijd of 45 minuten, maar je weet niet wanneer het spel gaat stoppen. Je kan dat opvangen door altijd zowel een game goal als een maximum speeltijd erin te leggen. En dus als je speelt, kan je zeggen van we spelen tot 10. Of, en, maximum een half uur. Als we nog geen 10 hebben na een half uur, breken we daar het spel af en kijken wie het meeste punten heeft. Op die manier heb je altijd controle over jouw timing. Moeilijkheidsgraad. Je hebt verschillende groepen. Je hebt mensen die nieuw zijn in de materie, je hebt mensen die er al wat matuurder in zijn, je hebt er die al wat meer senior in zijn. Je kan jouw spel moeilijker of makkelijker maken. Hoe? Opnieuw door te spelen met tijd. Als hier aan de mensen voelt, het is moeilijk in het begin, geef dan geen tijdslimiet of draai 2 keer de zandloper op, dan hebben ze wat meer tijd om erover na te denken. Voel je dat het makkelijk gaat, ga de tijd dan korter maken. Zodanig dat een denkproces sneller moet verlopen. Kan je perfect doen met tijd. Je kan dat ook doen door vooraf te selecteren in de kaarten en de opdrachten. Beginnen met de makkelijkste opdrachten, beginnen met de makkelijkste kaarten. Of je kan ze subtiel hier en daar een aantal tips geven. Al moet je daarmee opletten. Vooral als je zeer competitieve spelers in je groep hebt. Er bestaat zoiets als de spelerstypes. Dat is een model van Bartle. Je hebt eigenlijk 4 spelerstypes. Killers, achievers, socializers en explorers. En die gedragen zich allemaal anders in het spel. Laat killers en achievers een spel spelen waar geen competitie in zit. En na 5 minuten zijn die verveeld. Geef socializers een spel waar het echt keihard om te winnen is. En die haken af na 5 minuten. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Maar vandaar dat ik zeg, je kunt subtiele tips geven, maar wees dan rechtvaardig. Daarmee bedoel ik, doe het dan ook voor iedereen. Want als je echt winnaars hebt, en plots geeft je een tip aan iemand anders, je gaat schrikken, maar af en toe krijg je dat dan op je bord. Ja, dat is niet eerlijk. Zij krijgen extra tips, enzovoort. Ja? Een betere tip is dan eigenlijk om een beetje voorkennis te voorzien, bijvoorbeeld. Je zou perfect kunnen zeggen van, en dat sluit een beetje aan wat jij zegt, Birgit, voor het spel, als je nu Faltrua neemt, ik wil ze eerst toch wat meer inzicht geven in die verschillende valkuilen over feedback, door ze bijvoorbeeld een document te geven, een one-pager, en te zeggen van, de eerste 5 minuten, neem dat door. Ze zijn zelfstandig aan het leren, ze zijn al wat informatie aan het oppikken, en dat gaat hen helpen om het spel beter te laten spelen. Ja? We zijn er hier, hè? Competitie.
Je gaat merken, Engen, als je het spel speelt, dat je verschil hebt tussen spelers en groepen van hoe competitiegericht dat die zijn. Het is goed om dat, gewoon daar zicht op te houden. En als je voelt dat mensen afhaken omwille van te veel of te weinig, om daar iets mee te doen. Je kunt verhogen of verlagen in competitie door gewoon aandacht te besteden aan het competitieelement. Je gaat groepen hebben die faltruwa spelen en die na drie rondjes niet eens meer kijken naar de punten. Die zijn zo geboeid door het spel en door de samenwerking dat de punten hen niet meer zo interesseren. Dat is dan niet erg. Maar als je voelt dat het wat verslapt, ja, ga dan wat meer inspelen op de competitie. Zeg stop om de drie rondjes, we gaan eens kijken naar de score. Ah, team rood, 2 puntjes voor op team geel. Kom op, team geel, doe nog een inspanning en blauw. En dan ga je competitie naar boven trekken. Daar kan je mee gaan spelen. Je kan ook competitie meer brengen door de bedenktijd te verkorten. Dat geeft ook intensiteit. Bijvoorbeeld af te tellen, 3, 2, 1, antwoord. Als er nog geen zandloper in zit, de zandloper erin brengen. Dat brengt ook scherpte aan je spel. Heel belangrijk in termen van leereffect zijn de reflecties. Zorg voor een goed evenwicht tussen wat wij korte ketenreflectie en lange ketenreflectie noemen. Wat is korte ketenreflectie? Na elk rondje, bijvoorbeeld de Faltruwa, iedereen heeft zijn kaarten gespeeld, de punten zijn verdeeld, kan je kort al een keer reflecteren. Ah, team blauw, jullie hadden gezegd die valkuil, hoe kwamen jullie daarbij? Ah, team geel, jullie hadden iets anders, leg uit. Ah, iedereen heeft die valkuil gemist, hoe zou dat komen? Kort feedback tussen de rondjes, niet te lang, want je haalt de vaart uit het spel. Als je dat te lang laat lopen. Dat is de korte ketenreflectie. De lange ketenreflectie is, het spel is gedaan. We hebben de winnaar aangeduid. Yes, proficiat, een applausje voor de winnaar. Maar het doel was natuurlijk ook leren. Vertel nu eens. Wat is jullie precies bijgebleven? Vertel nu eens, Jan, welke valkuil, als jij feedback geeft, heb je bij jezelf het meest herkend? Of pak een keer allemaal een papiertje en schrijf een keer de 3 valkuilen op die jullie herkennen voor julliezelf. Of binnen jullie team. Dat is voor mij reflectie. Daarover in gesprek gaan met mensen, een aantal conclusies maken. Lange keten reflectie. Veel trainers spelen 45 minuten in een module van 90 minuten. Spelen het spel en daarna gaan ze in reflectie nog wat tips en tricks meegeven en het bediscuteren. Onderbreek mij alsjeblieft als jullie vragen hebben. Nog eens, ik heb het ook meegegeven, maar in de manual staan voorbeelden van korte ketenvragen en lange ketenvragen. Je hoeft die niet te gebruiken, maar dat zijn alleen hulpmiddelen met mogelijke vragen. Varieer. Wat wij doen is een spel maken. Is in basis een spel wat werkt. Maar je gaat dat merken, je gaat heel snel als gespeeld al naar verschillende varianten kunnen gaan van het spel. Doe dat vooral. Dat is leuk. Laat meer nog, als je een goede variant gevonden hebt, laat het ons alstublieft weten. Maar, 1 belangrijke tip. Ga nooit improviseren in je spelregels als tijdens het spel. Als je varieert, test het op voorhand uit. Want het is soms een klein spelregel hier, maar dan klopt je score niet meer op het einde van de rit. Je moet dat gewoon op voorhand een keer testen. Dat is de belangrijkste tip. Ja? Wat wij bijvoorbeeld zien, is dat trainers deze kaarten gewoon zonder het spel gebruiken als ze klassieke rollenspellen doen. En ze geven gewoon groepen mensen de kaarten, ze doen een rollenspel. En dan moet je gewoon met de valkuilen gaan werken, zonder dat het spel nog bezig is, bij wijze van spreken. Dus er zijn zeker varianten mogelijk. Wees zeker creatief. Samenwerking. De meeste van de spellen, dat staat ook heel erg nauwkeurig beschreven in de handleiding, kan je spelen tot maximum 4 à 6 deelnemers individueel. En daarna is het sowieso in team. Je ziet dat, hè? Er zijn 4 sets kaarten bij Faltruwa. Dus je kunt met 4 individueel spelen, met 5 individueel, dat lukt niet meer. Dan ga je teams maken. Maar het mooie is dat je er ook bewust kan voor kiezen, als het minder dan 4 deelnemers zijn, om toch in teams te spelen. Ik speel persoonlijk veel liever als ik 4 mensen heb, 2 teams, 2 tegen 2... dan dat ik 4 keer 1 persoon maak. Waarom? Omdat samenwerking in functie van leren een heel waardevol spelelement is. Je krijgt een andere dynamiek. Mensen gaan niet zomaar antwoorden, ze gaan in overleg met elkaar. Ze gaan in discussie met elkaar en er komt een consensus. Dus je kunt er gewoon bewust ook voor kiezen om samenwerking in je spel in te brengen.
boost je teamverdeling. Je hebt altijd teamjes nodig. Hè? Als je met teams werkt, stel dat je met 4 teams van 3 werkt, je kunt daar ook iets leuks mee doen. Je kunt zeggen, jij zes samen, maar je kunt ook iets leuks doen, dat met dobbelstenen, lotje trek, speelkaarten, een spinner uit Twister meebrengen. Dat zijn kleine momentjes in je training, maar dat geeft altijd weer dat extraatje als je daar een spelelement in brengt. Mensen vinden dat heel leuk. Mensen vinden dat minder leuk als jij bepaalt, jij zit bij de dienen, enzovoort. Vinden ze nog net iets minder leuk. Discussie. Soms gaat de discussie krijgen. Iemand is niet akkoord met het antwoord. Ah nee, die valkuil, dat zat daar niet in. Ik ben het daar niet mee eens. Want ik vind dat eigenlijk zelfs geen valkuil. Ik vind dat juist goed dat daar zo'n gesprek zit. Dat is zeer waardevol, hè? Moet u dat alsjeblieft aan als zo'n reactie komt. Want de discussie die er komt, dat is juist waar dat geleerd. Ja, het enige wat je niet wil, is dat die discussie te diep gaat tijdens het spel. Dus, als die discussie komt, bekrachtig dat, maar parkeer, parkeer dat dan voor een, de reflectie achteraf. Ja? Je kunt ook een kaart opzij houden in sommige spellen. Je kunt de vraag noteren. Nu, ik vertel hier waarschijnlijk niet iets compleet nieuws, maar ik wil gewoon meegeven, daar komt discussie en dat is positief. Behalve als het over de spelregels gaat. Dat is aan het ander. Juist of fout? Ja, maar ja, dat is niet eerlijk, want dat was toch ook een beetje juist. Er zijn toch verschillende mogelijkheden mogelijk om punten te geven. Oké. Counter dat vooraf een spel door te zeggen van, eigenlijk, grofweg, er is hier maar één de baas en dat is de facilitator uiteindelijk. Als het over toekennen van punten gaat. Een beetje op ludieke manier. Maar zeg gewoon, oké, er zijn meerdere mogelijkheden, maar voor het spel hebben we bepaald voor iedereen gelijk wat het juiste antwoord is. En dan 10, zitten of staan. Klinkt misschien stom, maar is niet stom. Alle games kunnen zowel zittend of staand worden gespeeld. Maar geloof mij, dat geeft een andere dynamiek. Je kan daar bewust mee omgaan. Zittend gaat u een zekere rust en sereniteit en intimiteit geven in uw spel. Staand geeft dynamiek, energie, actie. Je kunt nog verder gaan. Je kunt zelfs afstand creëren. Je zou perfect kunnen, als ik terug bij Valtrua kijk, de kaarten op 2 meter van je spelbord leggen, als je zaal kunt inrichten. Dan krijg je ook nog een keer beweging, want dan moeten ze met de kaarten aan het spelbord komen en die er gaan opgooien. Maar ga daar gewoon bewust mee om. Als je een training aan het geven bent en ze zitten al een uur neer, speel het dan rechtop staand. Komt uit een sessie waar iedereen al de hele tijd rechtop staat, ga dan even zitten en speel rustig het spel. Dat zijn zo nog de tips en tricks, denk ik, die we er kunnen bijbrengen. Zijn hier vragen over? Nee? Inge, is dat voor jou? Helpt dit voor jou bij het faciliteren qua extra informatie? Ja, we hebben het zelf nog niet gespeeld. We dachten het eerst is zelf met ons team te spelen, maar ja. We moeten nog een momentje inplannen. En dan ja, denk ik dat we dat eens gaan testen. Misschien, we hebben de info al doorgegeven aan onze HR business partners. Ik denk dat zij eigenlijk in eerste instantie vooral misschien gaan zien als zij ja, vragen krijgen of met problemen geconfronteerd worden waar dat ze misschien denken van dat het nuttig zou zijn om misschien eens zo'n spel te spelen met ja, een team. Ja, maar je gaat hier vragen, over een van die dingen ga je wel een keer vragen krijgen. Je krijgt de presentatie door Inge, dus je beschikt dan ook over die informatie. Terug naar boven. Kijk naar Luc. Ja, ik kijk even naar de timing. Ja. En ik zie ook dat Jasmin ook, we hebben al 2 mensen die even doorgaan. Even kort vertellen mensen qua timing, als we wat er nog een ideetje voor het vervolg. We gaan daar waarschijnlijk 12 uur over shooten. Dus ik kom even kijken qua timing hoe dat zit bij jullie. Als we dit doen. De gedachte was, er zijn nog een aantal games. We hebben 1 game gespeeld of uitgelegd. We laten aan jullie, aan de groep, over of dat er nog een andere game en welke game dat we nog even zouden tonen. De meeste van deze games staan sowieso al op de
ook op de website beschikbaar. En je gaat bij de vorige opnames van Fun in the Box ook wel bepaalde games kunnen herzien. Dus alles wordt opgenomen. Dus ik kom even naar de groep om te vragen. We hebben nog 15 minuten. We gaan dat niet kunnen rondkrijgen in 15 minuten. Dus kan je niet om 12 uur laten buiten gaan. Als je zegt, ik heb wel interesse en we zijn met iets meer dan 2 of 3 mensen die kunnen blijven, dan zou ik zeggen, laten we dat nog even doen. Als je zegt, van nee, ik moet om 12 uur effectief kunnen afsluiten, dan zou ik jullie uitnodigen om op de website de opnames te gaan bekijken die we al hebben. En ik stuur je ook de link sowieso door van de vorige opnames, waar dat alles nog in zit. Ja, niet te vergeten ook, Luc, ook nog misschien ruimte voor de Q&A dan, hè, want die komt normaal ook nog. Ja. Ja. Dus ik kom even, voilà. Inge, jij moet ook om 12 uur door. Kijk even naar de andere, Brigitte ook. Ik stel dan voor dat we dit niet gaan doen. Wat gaat er gebeuren? Ik ga de opname misschien nu al even stoppen. Maar je krijgt achteraf de link van de opname daarnaartoe. En in die pagina staan ook alle andere opnames van de vorige sessies van Fun in a Box. We doen dat 1 keer in de maand. En we proberen ook die games die we tonen te variëren. Ja. Dus er zal altijd al een andere game, Pika Magia bijvoorbeeld, zal al beschikbaar zijn. En op basis van de mensen in de groep kiezen zelf een van de volgende games, ga je zien dat er op zijn minst al een aantal aanwezig zijn. Faltrua bijvoorbeeld was nu pas de eerste keer dat we die erin hadden gestoken. Dus die opname zit er sowieso al bij in deze opname. Ja. Dus dan ga ik even gewoon al de opname stoppen.